Intussen heb ik hier een van de acteurs van Close naast mij staan. Het is niemand minder dan Robin Keijerts. Hallo. Hallo, je mag hier links. Zeg, iemand links? Hallo. Ja, Robin, wij kennen elkaar van bij M&M natuurlijk. Hallo. Hoe is dit voor u? Het is wel zot. Het is echt zot. Vooral als ik Lucas zie, die is zo aan het glunderen. Die gaat zoveel dat er op hem afkomt. Mensen gaan volgens mij zo ontroerd zijn door die film. Dus ik leef van mee met hem op dit moment. Je hebt de film zelf nog niet gezien, hè? Nee, maar ik heb dus van jou al onder andere gehoord wat dat met jou heeft gedaan en dat jij naar buiten kwam. En ik ben zotcurieus, maar echt zotcurieus. Want je had het script wel gelezen, je weet wel waarover de film gaat. Ja, ik heb het zo in een heel vroege fase een keer gelezen en dan wat later ook toen we begonnen met draaien. En toen weet ik dat dat mij toen raakte toen ik dat zag, dus dat was de max. Maar ja, nu, ook als ik zie dat hij met zijn acteurs gewerkt heeft en zo en hoeveel vrijheid dat hij die gegeven heeft, ben ik heel benieuwd naar het resultaat, wat dat dan uiteindelijk geworden is. Ja, was dat dan heel veel à l'improvis? Wel, nee. Dus dat gevoel geeft hij aan u, dat je denkt van, maar ben ik eigenlijk gewoon superveel vrijheid aan het pakken. Maar hij heeft zelf wel een heel duidelijk beeld van wat dat hij naar op zoek is en wat dat hij wilt. Dus het is nooit impro of zo, maar er is wel gewoon, er kan heel veel ontstaan. En als je met jongere acteurs werkt, is dat ook volgens mij echt een cadeau om op die manier te werken. Want jij hebt ook een cadeau om samen te werken met Lucas Dons. Bij ja, gij. Dat pakken ze mij nooit niet meer af, Imaan. Nooit meer. Ja, ja, van radio-dj naar acteur plots. Was dat een grote switch om zo even je eigen persoonlijkheid af te zetten? Of? Ja, zo. Wel, ik was eerst altijd acteur en dan ben ik radio-dj geworden. En dan merkte ik, maar weet je wat dat is bij Lucas ook? Die zoekt ook naar uw meest authentieke zelf. Of een versie van uzelf die heel oprecht is. Dus in die zin lag dat wel dicht bij elkaar. Zot. Ik heb hier ook nog een kauwgombalmachine staan. Het zijn vragen die ik niet in de hand heb. Je mag een muntje nemen en een vraag uit de kauwgombalmachine pakken. Echt geld ook. Dat is echt geld. Niet stelen, alsjeblieft. Ik ben zeer benieuwd. Ik doe dat open en ik lees die vraag en ik geef daar een antwoord op. Het beste is A. Je krijgt je al open. Top. Oh, welk filmpersonage zou je zelf eens willen zijn? Oh my god, dat zijn er zoveel. Dat is een beetje fout, maar ik ben heel hard fan van Marvel-films. Dat is echt waanzin. En ik zou eigenlijk altijd wel een keer Iron Man willen zijn. Maar ik ben hier nu op de filmpremiere van Close. En dat is een mega artistieke, goed doordachte film. En ik ben hier over Marvel bezig. Maar toch die. Terugkomen uit de dood als Iron Man dan? Bijvoorbeeld. Zou wel fijn zijn. Ja, ik denk dan toch die. Ja. Ja, maar uw link ligt nu al dichter bij Hollywood na deze film. Hè? Wat zou je nog meegeven aan de mensen thuis? Waarom zouden mensen naar Close moeten gaan kijken? Maar echt waar, waarom zouden niet gaan kijken? Dat is gewoon, dat is, op Cannes wint dat gigantisch veel prijzen. Dat is de Oscar-inzending, dat is het beste van het beste. België, het is tijd. Vlaanderen zeker, dan ga ik je wakker worden en dan ga ik je naar uw kwaliteit komt kijken. Want het is zo fucking goed, weet ik nu al. Je krijgt er nu al applaus bij. Moet jij morgen nog de ochtendshow ook doen, na deze late première? Ja, ik begin om 6, dus ik sta op om 3:30. Maar dat komt goed, denk ik. Denk ik. Dat komt helemaal goed. Merci dat je even tijd hebt genomen. Ga er goed staan op de foto's, denk je? Ik vrees daarvoor, ben daar heel slecht in. Maar ik hoop dat ik goed sta op dit filmpje, dat is misschien al iets. Dat al zeker, dat kan ik al zeggen. Merci Robin en geniet nog van je avond. Ja, jij ook. Salutjes. Merci, salutjes.